Ik ben Jalies Dek, 19 jaar. 6 maanden geleden speelde ik nog bij Volendijkers en ik ben nu een officiële profvoetballer. Je is eigenlijk altijd een beetje een rustige jongen geweest. Altijd heel erg zijn best gedaan, zowel op school als met voetbal natuurlijk. Altijd heel sportief geweest. Hij heeft eigenlijk niet alleen voetbal gedaan als sport naast school. Hij is ook aan het tafeltennissen geweest, aan het tennissen. Op een gegeven moment had hij volgens mij zelfs skateboarden als hobby. Dus eigenlijk een beetje van alles, altijd druk bezig. En ook altijd overal zijn best in gedaan. Nou, we zijn hier aangekomen bij mijn oude basisschool. De Achterhoek heet het, vlakbij mijn huis, 2-3 minuten fietsen. Dus ik ga altijd met vrienden hier naartoe, met z'n allen naar mijn basisschool. En ik heb hier leuke tijden meegemaakt. En mooie school, leuke school, goede docenten. Dus ik had eigenlijk niks te klagen over deze school. En we gingen altijd in de pauze. Het was altijd gezellig omdat we altijd een strijd hadden met 3 groepen. Had je nog groep 8 A, B, C en dan moesten we altijd tegen elkaar. Gingen we verderop bij het kooitje. 1 minuut, 2 minuten lopen hier, altijd in de pauze tegen elkaar. Het was een leuke tijd hier. Ik heb het ook echt gemist toen ik hier wegging. Dus verder was het altijd gewoon gezellig hebben. Altijd een beetje hoe zit het nu, rellen in de klas. Het was geen saaie klas dat ik had, dus ik spreek ook nog een paar mensen daarvan. Dus het was eigenlijk, zoals ik al zei, altijd leuk geweest. Een goede mattie van me, Suregio. Ik ken hem al sinds de basisschool en ik ben eigenlijk... ze waren altijd hier, dus met Bali en... altijd voetballen hier op het pleitje en bij het grasveld, dus ja. Hij kan veel vertellen. We waren hier altijd, op de Achterhoek zijn we nu hier in Amsterdam-Oost. Hij is altijd 1 jaar hoger dan mij. En toen gingen we altijd, ik ken hem eigenlijk door het voetballen, in de pauzes. Gingen we altijd partijen, zijn klas tegen de mijne. En dan, als je schoon naar de klas ging, dan had je niet goed gespeeld. Iedereen was helemaal onder de modder, helemaal vies. En als je verloor, dan ja. Dan had je gewoon een L gepakt. Ja. Dan mocht je eigenlijk niet meer die dag praten. Ja. Dus, En dan de winnaar mocht in de kooi, waar we net even gingen voetballen. Dat was het beste plekje. Mm-hmm. En dan daar waren de meisjes en zo. Alles was daar leuk. Vroeger trouwens had je al nog zo'n hanenkammetje. Ik had een afro. Ja, maar we hadden leuke tijden. Ja. Uiteindelijk ging hij naar de middelbare school. Had ik hem een tijdje niet meer gezien. Aangezien hij naar Limburg moest. En toen, op een gegeven moment kwam ik opeens weer tegen op een feestje in Amsterdam. En sindsdien zijn we weer wekelijks gewoon samen. Ja, ik heb in Limburg gewoond. Daar had ik wel af en toe tegenslagen dat het wat minder ging. Omdat ik ook zelfstandig daar naartoe ging. In mijn eentje. En dat is wel een moeilijke periode voor mij geweest. Ja, dat vond ik eigenlijk wel lastig. Als moeder zijnde vind je het natuurlijk altijd lastig als je kind uit huis gaat. Maar ik denk dat we wel, of in ieder geval ik, gestimuleerd om dat te doen. Het is in ieder geval zijn droom geweest. Ja. En dat was de mogelijkheid om zijn droom na te jagen. Maar ik heb daar veel van geleerd. Ik ben ook volwassenen eruit gekomen toen ik daar wegging. Dus zijn nadeel heeft ook zijn voordelen. We zijn hier bij mijn club aangekomen, bij mijn eerste club, waar ik ben begonnen met mijn carrière. Ik heb hier 3 jaar gespeeld. In de minis, in de F2 en in de F1. En ook nog in de E2 af en toe. En hier heb ik eigenlijk mijn eerste stappen gezet met voetbal. En ik heb hier veel geleerd. Mijn vader was hier ook trainer geweest. Dus hier heb ik eigenlijk gewoon mijn basistechniek geleerd. En het was een leuke club om mee te beginnen. En ik nam in het begin al voetbal eigenlijk heel serieus. Natuurlijk in het begin moet je altijd veel lol hebben in het voetbal. En dat had ik hier heel erg. En hier heb ik mijn vervolgstap gemaakt naar een hogere club. En sindsdien heb ik alleen maar stappen gemaakt. Dus eigenlijk vanaf de F's begon ik al voetbal serieus te nemen. En daar hoort plezier ook bij. En dat kon bij deze club. Maar ik ben dankbaar dat ik hier
kon beginnen. Dus ja, goed om hier terug te zijn. Bij zijn debuut was het toch even een ander gevoel. Ik dacht, dit is waar hij allemaal voor gewerkt heeft. Dus gewoon heel blij voor hem. Dat was het vooral. 30 augustus heb ik mijn professionele debuut gemaakt bij Telstar. Het was een heel mooi moment. Mijn familie was erbij, bij het stadion. En ja, het is natuurlijk schitterend voor hun en voor mij dat ik uiteindelijk het heb bereikt. En mijn ouders waren ook emotioneel daarover. Dus het was alleen maar een mooi moment. Een dag om niet te vergeten eigenlijk. Ik had het niet eens door en toen had ik spontaan gehuild. Dus mijn man zegt, wat ben je aan het doen? Ik dacht, nou ja, dat emotioneerde me wel. En met name omdat ik dacht, ja, dit is precies de droom die hij najaagde. Ik ga nu met mijn ouders naar Telstar voor mijn profcontract om dat te ondertekenen. Ik heb mijn ouders en belangrijke mensen meegenomen omdat hun gewoon een part zijn van mijn ontwikkeling. En ik vind ze gewoon een belangrijke personen in mijn leven, dus daarom eigenlijk heb ik ze nu meegenomen naar mijn contract. Als je kijkt dat ik 6 maanden geleden nog een amateurspeler was en dat je dan van daaruit naar een profclub gaat, is wel een bijzondere stap, want je bent dan 18 en dan wordt het steeds moeilijker om jezelf te bewijzen in de seniorenvoetbal en bij profclubs. Maar uiteindelijk is het geluk om bij Telstar aan de slag te gaan. En mijn ontwikkeling ging bizar snel, waardoor ik vandaag mijn profcontract mocht tekenen. En dat zegt wel wat van mijn ontwikkeling de laatste 6 maanden. Ja, ik ben ontzettend trots dat hij zijn eerste profcontract gaat tekenen. Met name omdat dat zeg maar de eerste stap is waarin hij zijn droom kan verwezenlijken. En dat is, als je kijkt naar de ambities die hij heeft, is dat denk ik de eerste stap. Ja, en we steunen hem totdat hij bereikt wat hij heeft willen bereiken. Ja. Ik ben gewoon zo trots op hem dat hij nu zijn profcontract heeft getekend, zijn eerste contract. En ik ben heel erg benieuwd om te zien hoe hij zich gaat ontwikkelen als profvoetballer. Heel trots op hem natuurlijk. Het is wat hij altijd al heeft willen doen eigenlijk. Sinds kleins af aan en daarin hebben we hem ook altijd geprobeerd te stimuleren. Het was wel altijd belangrijk dat hij het zelf natuurlijk leuk bleef vinden. Dus dat is waar wij als gezin ook vooral op hebben gefocust. We hebben hem nooit geprobeerd te dwingen tot bepaalde dingen. Het moest altijd echt wel vanuit hemzelf komen. En daar heeft hij heel hard voor gewerkt. Dus als het dan ineens leidt tot een profcontract, dan weet ik hartstikke trots als zus. Ja. Zo'n eerste contractje is altijd leuk, dat heb ik zelf ook gehad. Dat vind je prachtig, hè? Contract bij je gaat voetballer worden. Nou, dat heb hij ook. Je moet niet meteen denken van, als je bij een club komt van, ik wil dat en dat verdienen en die verdient zoveel, daar moet je helemaal niet over praten. Gewoon je talenten laten zien. Nou, wat ik gezien heb van hem, hij heeft iets wat andere voetballers niet hebben. En dat is snelheid. En ik zou hem het liefste als rechtsbuiten willen zien, waar ik zelf ook gespeeld heb. Hij heeft de beweging om buiten om te gaan. En wat is er nou mooier, een voorzet te krijgen van rechts. En ze kunnen hem zo erin lopen. Ik zag laatst een voorzet van hem tegen Utrecht, was dat. Was de winnende goal. Ja, dat was schitterend. Zo op het hoofdje van de spits. Hij is snel. Behoorlijke techniek. Passing vind ik. Moet hij nog wat leren, maar daar zullen we het over hebben. Passeerbewegingen ook. Je moet niet steeds hetzelfde doen. Je moet afwisselen. De ene keer ga je buiten om. Binnendoor. Je moet een bek gek maken. Maar dat doe je niet als je 3 keer hetzelfde doet, want dan schopt hij onderuit. En dat moet je een beetje leren en dat moet hij ook. Ja. Maar hij heeft conditie, hij heeft alles, dus hij heeft alles mee om iets te worden. Alleen, je moet het wel laten zien. En dat is het begin. Ja. Dus ik weet dat er een jongen is die heel serieus is, ook op trainen. En dat moet je hebben. Als je niet serieus bent, dan kun je net zo goed stoppen. Serieus eraan gaan. Je kan nog een mooie baan ermee krijgen, hè? Ja. Als voetballer. Vroeger moest je, dan kreeg je het cadeau, hè, dat je speelde. Maar je hebt allemaal de kans om wat te verdienen. Als je het goed gaat doen, gaat die andere club. Je kan 2 keer per jaar weg. Dus dat is voor iedere voetballer prachtig. Dat was niet in onze tijd. Maar ik zie het wel zitten. Ja. Dus, maar hij moet het doen. Voor de mensen met dromen die ook profvoetballer willen worden, kan ik meegeven dat je eigenlijk nooit moet opgeven. Want het kan heel snel gaan, want ik was ook op mijn 18e nog amateurspeler.
En binnen 6 maanden heb ik een profcontract gekregen, van amateur naar prof. Dus het is nooit onmogelijk, hoe oud je ook bent. Ik zal altijd gewoon er vertrouwen in hebben. En altijd er keihard voor werken om je dromen na te streven. Hij heeft een blauw-zwarte Bjorn Burg onderbroek en die draagt hij altijd voor elke wedstrijd. Heb je nu ook aan? Heb je? Nee.